Goedenavond, dames en heren. Met de enige oponthoud, excuses, want we hadden een internetstoring. Maar we zijn er nu eindelijk, tenminste live. Bart, welkom. Ja. Naast mij staat Bart Ducro. Hij is onderzoeker bij Wageningen UR en universitaire docent. Hij weet alles over erfelijke gebreken bij paarden, bij Friese paarden. En Bart, toen wij een aantal maanden geleden onze leden vroegen van waar wil je nou in de college tour het graag over hebben? Ja. Toen zeiden ze eigenlijk allemaal de erfelijke gebreken. Okay. De gezondheid van het Friese paard gaat ons aan het hart. En wellicht dat jij ons daar wat handvatten kunt geven. Dus je bent een beetje de most wanted man nu in het stamboek vanavond. Okay. We gaan drie kwartier naar Bart zijn presentatie kijken en luisteren. En daarna hebben we ongeveer een kwartiertje. Nou, als het iets uitloopt mag het ook iets langer worden. Maar tijd voor vragen. Dus die kunt u allemaal mailen naar, of appen naar 0653256456. Het nummer hoeft u niet te onthouden, want het komt af en toe eens even in beeld. Dus mail de vragen en dan stel ik ze aan Bart. Bart, succes. Ja, dankjewel Alice. Goedenavond. Hartelijk welkom bij deze webinar over erfelijke gebreken. Alice zei inderdaad al van, er is grote belangstelling naar van wat is nou de status over het lopend onderzoek. Daar kom ik zeker over te spreken, maar ik denk dat het ook goed is om nog even de achtergronden van erfelijke gebreken nog eens door te lopen. Het Friese paard. U kijkt naar deze webinar omdat u een bovenmatige belangstelling hebt voor het Friese paard, neem ik aan. En een mooi ras. Vanwege zijn exterieur, vanwege zijn karakter, zijn veelzijdigheid en zijn lange historie die hij heeft in de fokkerij van het paard. Wellicht heeft hij ook een eigen merrie en wil u ook gaan fokken. En u kiest een mooie hengst erbij uit en kijkt er naar uit van wat zal het product daaraan zijn. Wat voor een mooi veulen zal hier uitkomen. En dan is er natuurlijk een nachtmerrie als er dan toch een misvormd veulen, een niet levensvatbaar veulen uitkomt. Dan rijst natuurlijk al vrij gauw de vraag van, hoe kan dit? En hoe had ik dit kunnen voorkomen? Wat zit erachter? En nou, dan zitten we op het gebied van de erfelijke gebreken. Die bij het Friese paard voorkomen. Wellicht wat meer dan in andere rassen. En dan is het goed om daar eens aandacht aan te besteden van wat zit daar. Nou, het werk aan het Friese paard en de erfelijke gebreken daarvan, dan heb ik twee belangrijke influencers of initiatoren wil ik u noemen. Dat is in eerste instantie Wim Bak. Die was toen de tijd werkzaam bij de Universiteit van Utrecht, de faculteit diergeneeskunde. Die werd geconfronteerd met erfelijke gebreken, hoorde ervan bij het Friese paard. En hij had de visie van we moeten materiaal, dierlijk materiaal, we moeten DNA ervan gaan verzamelen. Misschien kunnen we er nu niks mee, maar het is altijd goed om dat alvast bij de hand te hebben. En aan de andere kant Itz Hellinga, voormalig directeur bij het Fries Paardenstamboek, die zag ook al vrij gauw in van oké, als het inderdaad genetisch is, dan moet er ook op gefokt worden. En hoe passen we dat in het huidige fokprogramma op de meest optimale manier? Dus dat is het verhaal over erfelijk gebreken. En in mijn praatje van vandaag zal ik nog iets verder ingaan op de theorie achter vererving van gebreken. De ontwikkeling van een DNA-test die behulpzaam is bij het selecteren en het detecteren van de aandoeningen. Dan kom ik terug op de status van het huidige onderzoek, wat er loopt. En dan sluit ik af met nog eens te kijken, oké, we weten nou informatie. Hoe gaan we dat nou in zo'n fokprogramma integreren? Oké, nog even terug naar de vererving. Hoe is de vererving van genen? U weet het hele bouwplan, het functioneren, de bouw van een lichaam, paard, mens, alle levende wezens. Dat bouwplan dat ligt op het DNA, op de chromosomen, verdeeld in 64 chromosomen. En de genen, dat zijn de stukken die coderen voor
de verschillende eigenschappen en de bouw. Nou, als we nou dat schematisch eens weerstellen en kijken van hoe gaat nou zo'n gen, dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Die noemen we allelen. En dat zijn eigenlijk de varianten. En hoe gaat het nou door? Wordt het doorgegeven aan de volgende generatie? Dan gaat elke ouder die geeft één helft van zo'n gen geeft die door. En het wordt dan in de nakomeling gecombineerd met één van de genen, één van de helften van de andere ouder. En dat is helemaal een toevalsproces of het linker of het rechter deel wordt doorgegeven. En dat de verschillende combinaties van die vier helften uit die twee ouders, die kunnen dus de volgende mogelijkheden geven, zoals je hieronder ziet in de nakomelingen. En elk met eigenlijk een gelijke kans van ontstaan, van doorgifte. Nou, stel nou dat die ouders, dat die een gemeenschappelijke voorouder hebben, ergens een aantal generaties terug. En die hebben dus helft van een gen hebben zij gekregen van die ouder. En dat kan dus dat ze dat allebei hetzelfde deel hebben meegekregen. En als zij dat vervolgens, kunnen zij dat dan weer doorgeven aan hun eigen nakomeling. En dan kunnen dus deze mogelijkheden kunnen dus ontstaan in de nakomelingen. En daarbij kan het dus zijn dat een van die nakomelingen, dat hij dus exact hetzelfde kopie van dat gen, wat hier in die voorouder zat, via beide ouders, dat hij dus beide helften heeft. En dan is hij dus homozygoot voor zo'n eigenschap. Nou, stel nou dat dat een erfelijk gebrek is. Dus dit is een variant met een fout, als die dan staat. En als het nou zo is dat al wanneer beide van beide ouders een kopie, een fout kopie is ontvangen, en dat er dan dat die nakomeling ziek of zelfs letaal is geworden, dan spreken we hier van een erfelijk gebrek in een recessieve vorm. Recessief wil dus zeggen dat het gen, het foute gen, komt alleen tot expressie als ze dus beide kopieën heeft, dus homozygoot is in dit geval. En de andere twee, of de andere combinaties, waarbij slechts maar één van de foute kopie aanwezig is, die hebben daar verder geen last van en die zijn verder gewoon gezond. Dus dan hebben we in dit geval, dus van de vier mogelijkheden, hebben we één waarbij dus echt het dier, het veulen, een leider is. Dus dat zie je dan hier ontstaan. Dus dat is het principe van een recessieve vererving. En we spreken in dit geval, spreken we dan van de leider. Dat is degene die echt ook uiterlijk ziek is of eraan lijdt. En we hebben dan dragers. Die hebben dus één kopie van het foute gen. En we hebben nog eentje die helemaal vrij is, waar dus dat zogenaamde foute gen helemaal niet in voorkomt. Dus dit is de manier waarop erfelijke gebreken kunnen worden doorgegeven naar de nakomelingen. En met name ook dat die dragervorm kan optreden. Dat is iets wat in de populatie tot grotere problemen kan leiden. We hebben allemaal, hebben we op ons DNA hebben we foute genen zitten. En de inschatting is 3%. En dat is voor mens en dier is dat ongeveer is dat een maatstaf daarvoor. Die foutjes die komen eigenlijk bij het doorgeven van de genen. Die worden dan eigenlijk gekopieerd en die worden dan doorgegeven naar de nakomelingen. En ja, dan is het een beetje het idee van een slechte kopieermachine, waarbij dus niet alle letters mooi geprint worden, gekopieerd worden, maar een beetje brokkelig. En dat zijn dan die foutjes. En zo'n foutje, als die eenmaal is ontstaan bij het doorgeven naar die nakomeling, dan zal die nakomeling dat ook weer verder doorgeven naar zijn of haar nakomelingen. Zo loopt dat door. En op zich is dat verder helemaal niet een probleem, hoeft dat te zijn. Want die foutjes, die komen heel toevallig komen die op bepaalde gebieden komen die voor. Dus, daar zit helemaal geen systematiek achter. En het is dus zo dat als er voor iedereen heeft dus die foutjes op een heel ander gen zitten dan elkaar. En zolang er maar een goede kopie tegenover staat,
dan zal dat foute gen ook niet tot expressie komen. Dus dan is er niks aan de hand. Een verhoogd risico dat het wel op gaat treden is als die ouders verwant zijn. Want dan hebben ze dus ergens in hun afstamming hebben ze een gemeenschappelijke voorouder. En stel nou dat die foute genen van die worden naar beide ouders doorgegeven. Dus ze hebben een verhoogde kans dat ze die foutjes op dezelfde genen zitten. En dan in de nakomelingen weer bij elkaar komen. Dus verwante ouders die hebben dezelfde foutjes. En het heb je dus een hoog verhoogd risico op het optreden van erfelijke gebreken. En dat is dus de relatie met de inteelt in dit geval. Nou, hoe kan het nou dat foutjes intensiever meer voorkomen en meer leiden tot die erfelijke gebreken? Nou, dat komt vaak omdat we dus bijvoorbeeld een bepaalde hengst, een populaire hengst hebben die heel veel nakomelingen krijgt. En dus die foutjes, hele goede genen natuurlijk ook doorgeeft, maar ook de foute genen doorgeeft aan die nakomelingen. Die worden daarna gegaan, die weer ook populair, ook veel nakomelingen. En zo worden dus gedurende een aantal generaties wordt eigenlijk de frequentie van dragers wordt opgebouwd in de populatie. Dus dat je veel dragers hebt. En dan heb je ook kans van dat die dragers met elkaar gaan paren en dus die foute genen bij elkaar worden gebracht en dan treden dus die erfelijke gebreken op. En het duurt dus een aantal generaties. En dan is het vaak van, nou, wanneer wordt nou zo'n erfelijk gebrek in de populatie gesignaleerd? Nou, mijn ervaringsregel is dat het ongeveer als het 5% voorkomt, dan horen mensen het ook van dat anderen ook dat veulen met een erfelijk gebrek hebben gehad. Of die heeft het ook gehoord. Dan gaat het rondlopen en dan begint men ook te zeggen, hé, daar moeten we wat aan doen. Dus dan wordt het signaal eigenlijk afgegeven, ongeveer bij zo'n 5%. En dan willen we graag altijd weten van, ja, waar komt dat vandaan? Wie is de schuldige? Wie moeten we daarvoor aanwijzen? Maar dat is een best lastige zaak als je bedenkt van ja, dat kan wel eens goed zijn dat die verantwoordelijke voorouder, dat die 5 generaties of zo terug zit. Nou, dus lastig om uit te zoeken. En het is ook nog maar de vraag of dat echt helpt om het probleem uit de populatie te krijgen als je weet waar het vandaan komt. We willen er gewoon vanaf. Hoe doen we dat? Het probleem zijn die dragers. Het probleem zijn dat dragers van erfelijke gebreken die recessief vererven, die zie je niet aan de buitenkant. Ze lijden er niet aan, ze hebben er geen last van en het zijn gewoon gezonde dieren. Dus je ziet er niet aan de buitenkant en je moet dus kijken op het DNA-materiaal om te kijken van welk gen is het en waar zit het foutje daarin. En daarvoor hebben we dan een genetische test nodig, dat we dus uit het DNA voor dat gen of dat specifieke gen kunnen uitlezen. En als we dat hebben, dan kunnen we ook zeggen van, we kunnen zorgen dat er geen dragers met elkaar gepaard worden. Dus die vermijding van die risicoparingen, die moet daar dus nog. Dus zoek het verantwoordelijke gen. Maar hoe doen we dat? Nou, dan moet ik nog even een keer kijken naar hoe is dat de DNA nou precies opgebouwd. DNA, dat bestaat dus uit chromosomen, hè? Dat zijn die losse delen. We hebben de paarden hebben er 64, die liggen paarsgewijs, komen die dan voor. En daarop liggen dus genen, dat zijn dus stukken van zo'n chromosoom. En als we kijken naar wat zijn nou de elementen van daarin, dan is eigenlijk het helemaal opgebouwd uit wat we bazenparen noemen. En dat zijn dus nucleotiden, chemische structuren. En daar kennen we 4 varianten komen daarvan voor. En die duiden we aan met de letters A, C, T en G. Dat staat voor de verbindingen die daar, de chemische verbindingen waar ze uit zijn opgebouwd. Nou, zo'n hele DNA, of het hele genoom, alle chromosomen bij elkaar, die bestaan uit 3 miljard bazenparen. Dus een 3 met 9 nullen. Dus dat is gigantisch lang. En dat zijn ook hele volumes van encyclopedieën is hetzelfde formaat aan het aantal letters wat daarin staat. Er zijn prachtige metaforen voor hoe vaak je de aarde rond kan gaan met 9000 letters, of 9 miljard, laat ik het goed zeggen, letterscombinaties daarvan. Dus zo is het opgebouwd en het vertegenwoordigt ongeveer 20.000 genen.
We kennen niet alle functies nog van alle genen. We zijn lerende, maar we zijn nog lang niet zover dat we alle 20.000 genen exact weten wat de functies zijn. Sommige van die genen hebben ook meerdere functies. Dus dat is een hele puzzel. En waar we eigenlijk geïnteresseerd in zijn, is van, we kijken naar uiterlijke verschillen, genetische verschillen, en we willen kijken van waar in welke variatie kunnen we daarin in die bazenpaden zien. Dus genetische variatie tussen dieren in zijn algemeen, maar zeker in het geval van erfelijke gebreken, dat willen we terug kunnen vinden op die bazenpaarpatronen op het genoom. Maar ja, om 3 miljard bazenparen af te gaan lezen, dat hoeft niet. Maar we kunnen het sneller doen door het niet allemaal, maar gewoon naar bepaalde stukken te gaan kijken. En hoe doen we dat? We identificeren merkers. En dat zijn eigenlijk een soort van samenvatting van de omliggende variatie. En zo'n merker, dat zie je hier bijvoorbeeld, dat is zo'n bazenpaar waar variatie in zit. En als we hier variatie in zitten, dan verwachten we, dus het verschil van het ene individu ten opzichte van een andere, dan verwachten we dat de omliggende bazenparen, die structuur, de variatie, dat die ook anders is. Want dat wordt, segmentwijs wordt dat overgeërfd naar de volgende generatie. Nou, dat noemen we dan, zo'n merker noemen we dus een SNP. Single Nucleotide Polymorphism. En dat zijn gewoon vlaggetjes. En die kunnen we dus aflezen in het laboratorium. En kijken waar zitten de verschillen tussen de verschillende dieren. En dat gebruiken we dus in het laboratorium. Die merkers, nou, worden op een soort printplaatjes zoals je hier ziet. En dat noemen we dan SNP arrays of SNP chips. En daar kunnen dus al die merkers die we hebben gedefinieerd om het hele genoom grofweg af te lezen. En dat kan door het gebruik maken van 50.000 of 70.000 merkers. K staat voor 1000. Of voor 600.000 van die merkers. Dat zijn op dit soort printplaatjes. Er wordt dan een beetje DNA op toegepast. En dan gaan de vlaggetjes ofwel naar links wijzen ofwel naar rechts wijzen. En op die manier kan je dus het verschil van het DNA-patroon van het één dier ten opzichte van het andere dier, kan je dat bekijken. Hier zie je ook nog zo'n SNP-representatie voor 4 verschillende individuen. En je ziet, individu 1 is homozygoot voor G, 3 is homozygoot voor A, en 2 en 4 zijn heterozygoot voor deze specifieke SNP. En zo heb je er dus duizenden over het hele genoom. Nou, hoe wordt dat nou gehanteerd en hoe wordt nou gekeken naar verschil in DNA-patronen voor een bepaald erfelijk, bijvoorbeeld een erfelijk gebrek of een bepaald kenmerk waar je geïnteresseerd in bent? Je zou dus kunnen zeggen, nou, we hebben dus een groep die hebben dat erfelijk gebrek. We hebben een groep die dat niet hebben. En we pakken hun DNA-patronen, die printen we uit op deze zogenaamde SNP-arrays en we gaan de verschillen zoeken. En dat resulteert in een plaatje zoals we dat hier zien. Elk puntje hier, het is misschien wat vrij klein, maar het gaat even om het principe. Elk puntje wat hier staat, dat is dus één zo'n merker, één zo'n SNP. En als er nou groot verschil is tussen die twee groepen, dan zal dat tot een grote uitslag op in zo'n piek zal dat resulteren. En hier staan die 60.000 verschillende SNPs. Oh, en per chromosoom zijn die aangegeven. En hier zie je dus deze SNP. Ik kan niet zo goed. Ja, nou, misschien wel chromosoom 24. Maakt ook niet zo uit. Daar is dus een groot verschil tussen deze twee groepen in DNA-patroon in die regio. En dat is dus een eerste stap waar je mee kan kijken van, oké, zijn er genetische verschillen ten aanzien van een bepaalde eigenschap tussen de groepen? Dat principe hebben we ook gebruikt om te gaan kijken naar waterhoofd bij het Friese paard. En dit is een samenwerking met Utrecht Universiteit. Ik noemde net Wim Bak al en Peter Leegwater is ook deel geweest van deze studie. Het principe is dus een case-controle studie. Dus je hebt paarden, veulens in dit geval, die hebben een waterhoofd. En je hebt controlepaarden daarnaast vrij. En we gaan dus kijken naar de DNA-verschillen tussen die twee groepen.
En ja, dus DNA uit het weefsel, of in ieder geval van de 12 veulens met waterhoofd, daar halen we DNA uit, of uit het bloed of uit de haren. Daar wordt het DNA uit geïsoleerd, wordt uitgeprint op deze SNP-arrays. En dat doen we ook voor de controlepaarden, zoals we dat hier doen. En we kijken naar de verschillen. Hè? En dan zo'n soort plaatje per chromosoom zijn de verschillen. Nou, dit is het resultaat daarvan. Dus 60.000 SNPs, 60.000 puntjes staan hier. En we zien hier op chromosoom 1 een enorme piek. Dus hier op chromosoom 1 zit een heel groot verschil in het DNA-patroon tussen deze beide groepen, tussen de cases en de controles. En er zijn 96 merkers hier die daar op een regio op dat chromosoom daar dus echt heel verschillend zijn. Nou, dat was voor ons in ieder geval ook de bevestiging dat het gaat om, we hebben maar één gen die daar een rol in speelt in deze aandoening. En die is dus op locatie, op chromosoom 1 is die dus gelokaliseerd. Nou, vervolgens zijn we gaan kijken, die 96 merkers die we hadden, die zijn we helemaal achter elkaar gezet. Echt uitgelijst voor de cases hier aan de linkerkant en de controle aan de andere kant. En de kleuren hier die geven het genotype aan. Waarbij rood staat voor homozygoot voor het ene variant, één allel. Groen homozygoot voor het andere allel. En geel dus heterozygoot. Nou, en omdat het een homozygote recessieve vererving is, verwachten we dus dat de cases voor deze aandoening, die moeten per se moeten die homozygoot zijn. Nou, dat ziet u in dit stuk van chromosoom 1, het is een bepaald segment van 60 tot 90 megabyte, zien we dus inderdaad dat die allemaal homozygoot voor het ene allel zijn. De controle, die mogen er niet voor zijn, dus die mogen geen rode plekken zijn. Dus hier zie je dus al stukken van, nou, daar kan daar de verantwoordelijke gen liggen. Die moet dus liggen in stukken waar het ofwel geel of groen is, maar niet rood. Dus dat is, cases moeten homozygoot zijn. En als we dan nog verder gaan inzoomen, dan hadden we hier een regio waar het echt inderdaad consistent voor was. En hier hebben we dit gesequenced. Dus daarbij zijn we dus echt in die regio. Want dit zijn nog alleen maar de merkers. Daar zitten nog echt hele stukken DNA zitten daar nog tussenin, die we hier niet in deze analyse hebben meegenomen. Dus zijn we nog verder gaan inzoomen. En in deze regio lagen nog 140 genen die mogelijk kandidaat zijn. Maar uiteindelijk, met name met het sequencen, het verder nog kijken naar varianten binnen tussen die merkers, kwamen dus dat dit gen B3GALM2 inderdaad de verantwoordelijke gen is. En daar zagen we, dat is hier dan aangegeven, dat er dus in de controle op die plek zat er ergens een bazenpaar C, terwijl er in de cases zat daar een T. Dus daar is inderdaad een mutatie heeft daar plaatsgevonden en die zorgt ervoor dat dit gen gewoon niet meer goed werkt en zijn producten niet meer kan uitleveren, uitlezen en produceren, synthetiseren. Dus dat was het, dat is het gen wat verantwoordelijk is voor het waterhoofd. En gelijktijdig met dat wij dit ontdekten, werd er ook een publicatie gegeven van een hele zeldzame vorm van waterhoofd in de mens, veroorzaakt door exact hetzelfde gen met dezelfde mutatie, die bij de mens dus en spierdystrofie en als bijvangst waterhoofden opleverde. Dus daar zie je dus dat deze genstudies, die kunnen ook over diersoorten in de mens heen worden gedaan. Dat is het verhaal voor de waterhoofd, konden we dus aantonen. En volgens dezelfde protocollen hebben we het ook gedaan voor de dwergfactor. Ook als erfelijk gebrek. Hier ook weer het plaatje van de merkers, de SNPs. En we zien hier op chromosoom 14 een hele hoge piek die we nergens anders zien. Dus dat was ook hier weer de aanleiding van inzoomen op deze, kijken wat daar de DNA-structuur is. En daar konden we inderdaad ook een gen konden we vinden die daarvoor verantwoordelijk was op deze chromosoom. Waarbij je dus ook een mutatie optrad. En van dit gen is bekend dat het een functie heeft in de groeiplaten. Dus hè, met name
de pijbeenderen, de lange beenderen, de groei vanuit de groeipaad, daar ging het bij deze mis. Nou, dus die hadden we ook opgelost en dan dachten we helemaal klaar te zijn voor andere aandoeningen. En slokdarmverwijding en aortaruptuur waren ook kandidaten als erfelijke gebreken binnen het Friese paard. Dus daar wilden we ook aandacht aan besteden. En exact dezelfde methode, weer een case control, dus paarden die het hebben en paarden die het niet hebben. En kijken waar zitten de verschillen op de DNA-patronen. En eerst kijken naar de merkers. En toen kregen we dit plaatje. Dus hier zie je, en zoals u ziet, er is nergens is er een piek te vinden die aangeeft van hier zitten zulke grote verschillen in het DNA op dit chromosoom. Daar zit het verantwoordelijke gen. Nou, dat was het dus niet. Dus waar is het gen? En is het slechts één gen? Dus hier ging het lang niet zo voortvarend als voor de andere twee aandoeningen. En waar ligt het nou aan? Waarom is dat nou? Dus kunnen we er iets voor bedenken waarom dat niet werkte? Nou, dan komen we toch, ja, dan ga je weer terugkijken en dan ga je denken van, ja, wat zijn dat nou voor aandoeningen? Hoe zeker kunnen we nou zijn dat cases ook werkelijk cases zijn? Dus kijk, voor waterhoofd en dwerg, dat is direct bij geboorte van het veulen, is het al duidelijk zichtbaar van daar zit een afwijking en dat is de problemen. Maar slokdarmverwijding, nou ja, sommigen die lijden er heel erg aan, anderen hebben het heel weinig en sommigen... Mogelijk is het niet eens bekend dat ze er lijden van waren. Dus die diagnostiek of de vaststelling van de aandoening is veel lastiger. Ook aorta-ruptuur is misschien ook zo één. Gaan alle paarden die daar de genetische aanleg voor hebben, gaan die uiteindelijk allemaal dood aan aorta-ruptuur? Of zit daar variatie in? Nou, zeer waarschijnlijk wel. Je kan je, misschien een theoretisch verhaal, maar een paard wat misschien... gevoelig is, maar tot alleen maar in de wei staat en alleen maar gras eet en nooit belast is, die kan misschien heel oud worden met deze aandoening. Terwijl een ander paard, wat heel licht is, maar wel zwaar belast, die kan er misschien wel last van hebben. Dus de vaststelling, de bepaling of het nou werkelijk cases zijn of dat het controles zijn, is bij deze aandoeningen veel lastiger. En die zijn wel cruciaal, de fenotypering is cruciaal voor dit type van genetisch onderzoek wat we hebben gedaan. En eentje zou al heel verstorend in het hele patroon kunnen zijn. Dus dat is aan de ene kant een lastige verhaal voor deze ziektes. En daarbij moet ook nog bedacht worden van, ja, wij denken wel dat het monogeen is, maar is dat werkelijk zo? Of is het zo dat het juist de combinatie van genen, dat die de aandoening, de aanleg voor de aandoening bepalen? Of is het zo dat exact hetzelfde fenotype, dus aortaruptuur, dat kan zijn door afzonderlijke genen die hetzelfde fenotype geven en elk op zich kunnen ze dat veroorzaken. Dat zou ook nog kunnen. En dan is het ook heel lastig om dat op deze manier te zoeken. Dus dat ging niet zo goed. Nou, dan is het een tijdje stil wellicht. En toen is de draad eigenlijk opgepakt in Amerika, aan de University of Kentucky, samen met de Fenway Foundation. En die hebben gekeken, of die zijn bezig om nieuwere typen van genetisch onderzoek toe te passen, wat wellicht beter is voor dit type aandoeningen. En dat is de man achter de knoppen, dat is Navid Josefi, dat is een PhD-student daar. En die wordt begeleid door Catherine Graves en Ernst Bailey en Theo Kampfweis als begeleiders van deze PhD. En die kijken mee. Nou, wat is dan die nieuwe methode? Deze methode die wordt whole genome sequentie genoemd. Dus dan gaan we echt alle varianten op het genoom gaan we dan bekijken. Die wordt dus geanalyseerd eigenlijk. En dan wordt er dus niet meer naar de merkers gekeken, maar echt naar de alle mogelijke varianten die er zijn. En dat wordt gedaan en daarbij wordt gekeken, wordt een vergelijking gemaakt van het DNA-patroon van het veulen, van het aangetaste veulen. Dat is dus diseased, dus die is ziek. En we weten, omdat het een monogene recessieve aandoening is, die moet homozygoot zijn. En die wordt vergeleken, als we dus alle homozygote
plekken bekijken, wordt dat vergeleken van, zijn beide ouders, zijn die drager? Die mogen niet homozygoot zijn, die moeten heterozygoot zijn. En dat wordt helemaal zo stapsgewijs, wordt het hele genoom nagelopen en wordt dat bekeken. Dus dat is een andere benadering dan cases, DNA-patroon van cases te vergelijken met controle. En dit gaat iets specifieker erin. De aanname van of het monogeen recessief is, die blijft nog steeds staan in dit geval. Het voordeel van deze methode is dat je minder dieren nodig hebt. En dat je ook dus die dieren, die kan je veel nauwkeuriger kan je in het fenotype. Die kan je dus echt vaststellen, hebben ze werkelijk die aandoening. Die kan je nauwkeuriger gaan volgen. En je hoeft niet meer om aan voldoende aantallen te komen, hoef je niet meer, nou ja, misschien wat twijfelachtige paarden aan je totale dataset toe te voegen. En dat speelde nog wel een beetje met de case control studie. Maar hier hoeft dat verder niet. Dus je kan een nauwkeurige diagnostiek van een kleiner aantal dieren kan je hier doen. En het is een directe benadering. Je bent niet meer afhankelijk van merkers die een soort van samenvatting doen van de omliggende regio. Maar hier kijk je dus echt bazenpaar voor bazenpaar. Nou, het heeft ook wel een nadeel. Een per dier krijg je hier miljoenen datapunten te analyseren. Dus het is zeker qua computertechniek is het behoorlijk intensief, maar ja, daar hebben we tegenwoordig de computercapaciteit wel voor. Dus dat is aan die kant. Nou, de stand van op het ogenblik is dat Navit heeft de monsters. Ze hebben vier van dit soort familietrio's, zoals hier boven staat weergegeven, hebben ze dus uitgedaan. Die worden dus volledig gesequenced in een laboratorium en ik vroeg vorige week, heb ik gevraagd aan Navit van hoe is de status? En toen wist hij me te vertellen van dat hij net op dat moment de sequence data terug heeft gekregen uit het laboratorium. En dat hij dus nu echt aan de computeranalyses kan gebeuren. Kan gaan beginnen, bedoel ik. Ja, dus dat is de stand wat het is. En ja, hopelijk met een aantal maanden dat daar al wat meer over bekend is. Of dit een methode is die slaagt, die succesvol is. En mocht dat zo zijn en mocht de verantwoordelijke gen gevonden worden, dan denk ik dat aortaruptuur de volgende is. Alle datamateriaal, alle dierlijk materiaal van deze slokdarmverwijding, dat is allemaal in Amerika is dat verzameld. En dat was nog wel een zoektocht om de goede kandidaten daarvoor te vinden. Dus zover het basiswerk voor het ontwikkelen van DNA-testen, voor het vinden van de verantwoordelijke genen. En dan een vervolgstap is van, oké, als we dat eenmaal hebben, hoe gaan we daar nou mee om in onze fokprogramma's? Wat kunnen we nou doen? Nou, aan de ene kant als fokker, wat kan je nou doen? Je hebt een merrie en vanuit de goedgekeurde hengsten is dan bekend bijvoorbeeld van, hebben ze die aandoening of niet? Zijn ze er dus drager voor of niet? Waarbij de groene veetjes staat voor, nou, die zijn er voor vrij. En de rode kruisjes, dat zijn dus de dragers van de goedgekeurde hengsten. En als je dus je eigen merrie hebt getest en die is vrij, dan kan je gerust alle hengsten kan je dus komen in aanmerking als partner van jouw merrie. Dus dat is aan die kant. Heb je je merrie nog niet getest, dus dan weet je de status niet, of het is ook een drager, ja, dan moet je toch wat selectiever naar de hengsten gaan kijken. En alleen die hengsten die vrij zijn, komen dan in aanmerking om te gebruiken als vader. En dit is dus de typische vorm van risicoparen vermijden. Daarbij is het wel belangrijk om te bedenken dat het vermijden van risicoparingen, dat reduceert niet het aantal slechte kopieën van dat gen of van die aandoening in de populatie. Dat wordt hier dus niet, want het is alleen maar kijken dat het niet een aangetast veulen gaat opleveren. Dus wat zou dan aan de kant van de stamboek moeten gebeuren? Nou, dan is het wel belangrijk om even te bedenken wat kan het stamboek. Je zou aan de ene kant kunnen voorstellen dat er wordt gezegd van, nou, alle hengsten die drager zijn, die gaan we niet meer gebruiken in de fokkerij. Dus verwijder alle dragers.
Nou, dat kan nog wel eens een behoorlijke aanslag zijn op het hengstenbestand. Stel, hè, dus de frequentie van aandoeningen, dat echt aangetaste veulens is 5%. 1 op de 20 geboren veulens. Dat komt dan neer op dat het aantal dragers in de populatie, dat 34% is. 1 op de 3. Dus gaan wij dus alle, en dat betekent dus 1 op de 3 hengsten, dat die ook dragers zouden zijn. Gaan we die dan allemaal uitselecteren? Dat is een behoorlijke aanslag. En dat is zeker niet te adviseren in een populatie die al wat intelt heeft. Want je krijgt, je trekt hem weer door een genetische flessenhals. Je vernauwt nog eens een keer de populatie. En stel nou dat we nog een paar andere erfelijke gebreken hebben. Gaan we dat allemaal voor elk gebrek doen? Nou, dan weet ik niet hoeveel we overhouden. Dus dat lijkt me niet een goed idee. En mijn voorstel is van, hanteer erfelijke gebreken gewoon als een van de andere kenmerken. Het is een negatief kenmerk in dit geval. En behandel die als zodanig in een totale FOC-programma. Weeg dat in naar waarden en consequenties. Waarbij het ook van belang is van wat is die frequentie, die prevalentie in de populatie. Die moet daarin worden meegenomen. Kortom, ik heb het ook gehad over erfelijke aandoeningen. Meestal monogeen recessief. En dat betekent dat de dragers gewoon gezonde dieren zijn en er geen last van hebben. En die kunnen dus behoorlijk verspreid zijn in de populatie in aantallen. Inteelt verhoogt het duidelijk de risico op erfelijke gebreken. Dus het blijft nog steeds, blijft het stelregel van beperkte inteelt toename. Ook vanwege de erfelijke gebreken. Als we DNA-testen hebben, zoals voor de waterhoofd en de dwerg, dan kunnen we daarmee dus onder de gezonde dieren, de dragers, kunnen we dus identificeren. En die zouden dus, dat is handig voor het vermijden van risicoparingen, maar die kunnen ook een rol spelen in selectie tegen erfelijke gebreken. En hoe dat is, dat moet gewoon als onderdeel van het totale FOC-programma zijn. En het is niet te adviseren om een hengst, omdat die één drager is van één enkel erfelijk gebrek, om daarom af te keuren. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Dank u wel.